Howdy, cowboys van de wilde wielen. Alles in orde. Ik ben nog altijd Tim van der Mensbrugge en ik wil u besmetten met mijn verslaving aan inlineskaten. Vanavond maak ik een lange tocht in de groene rand ten westen van Gent. Hier ziet je mij rollen over het nieuwe fietspad langs de Bourgogne. Ik zeg u in alle objectieve eerlijkheid, dat is zalig beton om over te inlineskaten. Ik zou het wel kunnen kussen, maar liever niet met een snelheid van pakweg 15 km per uur. Ik ben op weg naar Mariakerke. Het is altijd grappig om mensen die niet van Gent zijn te spreken over Mariakerke. Nee, je zegt wel degelijk Mariakerke. Maar goed, dit terzijde. In Mariakerke woont er een vriend die ook graag wielkjes stuit. Vanavond skate ik dus niet alleen. Hola, en zie ik hier dat er plotseling tevoorschijn komt? Pieter de Jonge is zijn naam. Pieter skate al veel langer dan ik, maar je ziet dat hij zich soms toch wel onzeker voelt op zijn wielkjes. Dat komt doordat hij een toegewijde vader is. Hij houdt van zijn inline skates, maar hij brengt zijn tijd nog liever door met zijn drie kinderen. Bij mij ligt dat anders. Ik heb er geen probleem mee om mijn kinderen de hele dag op te sluiten in de kelder zodat ik kan gaan rollerbladen. Maurice en Mara hebben daar niet te klagen over honger en dorst. Ik geef ze altijd een emmer vissen kopen en een bakje regenwater mee. Derhalve kan ik mij iets fanatieker dan Pieter Stort nog bijschaven van mijn vaardigheden. Doch, genoeg over mijn eigen. Wat denkt u ervan als ik nu mijn wafel houd, zodat jij gewoon naar de muziek kunt luisteren zonder dat mijn gemompel u afleidt? Goed idee? Bah ja, dat is een goed idee. Oh.
Die brug die is terecht om inline skaters te kloten. Het is een antieke brug, ze is beschermd en al, en toch zou ik haar willen vertimmeren. Ik zeg niet dat ze gesloopt moet worden, maar een paar jaar geleden, al in de 21ste eeuw, is dat spel gerenoveerd en vonden ze er niet beter op dan naast de kassei zeer grof beton te gieten. Het is zo erg dat ik nog liever over de kassei rol, enfin, of probeer te rollen. Dit is de beste afdaling die ik tot dan had gedaan. Ik voelde dat ik volledig controle had over mijn snelheid, zonder dat ik moest gaan remmen. Ik ben nog nooit geweest skiën, maar verdomme, op dat moment voelde het wel alsof ik op skilat van de een of andere Alpenchase was. Dat was een zalig gevoel. Hij zat er bij Pieter een ander gevoel over eerste. Meer iets als, oh my god, we're all gonna die! Maar kijk. Zijn ledematen hangen nog aan zijn lijf en zijn vel is niet van zijn kin geschuurd. Mensen onderschatten wel de regen al te vaak. Soms moet u gewoon smijten. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Geef die over het moment en je zult wel zien wat er gebeurt.
Dit, vrienden, is het skatepark van de Plaarmeerse dat momenteel nog in opbouw is. Zeer binnenkort gaat het open. Dan zal het grootste skatepark van de Benelux gewoon op 10 minuten skaten van mijn deur liggen. Daar ga ik moeten leren bladen voor echt en al. Met grinden en toestanden. Dat gaat de max worden. Afscheid van Pieter. Ik keer terug naar zijn fantastische vrouw en zijn 3 superwijze kinders. Ik moet een keer terug naar huis, want ik vermoed dat mijn erfgenamen door al de voorraad vis te kopen zitten. Salutjes Pieter, het was verjaardag aan skaten met u. Yo.
alweer dank ik u voor het kijken. En gaat God vermiljaar dat je lang gekeken. Merci ook mocht je willen abonneren, zo mist je geen enkel filmpje. Tot in de draai. Joe.